Wat een prachtige dag, burgemeester. Dat is het zeker, Bob. En ik verheug me zo op het zandsculpturenfestival vandaag. Heb jij het zand gebracht? Het ligt op Tony's dieplader. Ah, daar is hij al. Zand naar het strand brengen. Het moet ook niet veel gekker worden. Waar is dat zand voor, Bob? Er ligt al zoveel. Voor zandsculpturen heb je speciaal bouwzand nodig. Zand dat hoekig is, gemengd met slip en klei. Strandzand is afgerond en bevat minder slip en klei. Hè? Meneer Spijker bedoelt dat zandsculpturen van bouwzand langer blijven staan. Oh, oké. Waarom probeert u samen ook niet iets te maken, meneer Spijker? We hebben genoeg zand en mallen voor nog een team. Oh, ik hou er absoluut niet van om vieze handen te krijgen. Oh, wauw. Is dat een echte saffier? Oh, dit? Ja, Wendy. Ik mag namelijk deze kostbare ring uit het Lentestadmuseum dragen op het bal vanavond. Hij is een tikje groot, maar hij past zo goed bij de kleur van mijn jurk. Juist. We gaan het strand maar eens in orde maken, anders komt er niet eens een wedstrijd. Kunnen wij het bouwen? Nou en of! Kijk, de ploeg gaat aan de slag. We werken als een team. Bezig met van alles wat en handen bovendien. Iedereen roept mee. High five, iedereen gaat mee. Dus reken maar op elkaar. We werken hard vandaag. We zijn een team. Heb jij een echte weervoorspeller voor het evenement, Bob? Wind en regen kunnen de sculpturen ruïneren. Ik zou met plezier... Oh, mag ik dat doen, Bob? Ik heb een weerapp op mijn mobiel staan. Natuurlijk, Leo. Dan ben jij vanaf nu de officiële weervoorspeller. En wat zegt hij over het weer van vandaag, jongeman? Volgens deze app is de weersverwachting voor Lentestad prima. Mooi. Maar hou het in de gaten voor als het verandert, Leo. Ja, Bob. Welkom allemaal bij de zandsculpturenwedstrijd. Het thema dit jaar is onder water. En ik ben benieuwd naar jullie prachtige creaties. Laat de wedstrijd beginnen. U kunt uw handen daar bij de kraan wassen, burgemeester. Ah. Vooruit, jongens. Lijkt het jou ook niet leuk om te doen, Wendy? We hebben een extra mal en voldoende zand. Ja! Hoe is de weersverwachting, Leo? Nog steeds zonnig, meneer S. Oh. Nee! Mijn ring! Wat is er, burgemeester? Mijn ring! Ik ben hem kwijt! We moeten zoeken, meneer Spijker. Oh! Het komt goed, burgemeester. We vinden hem vast. Wat moet? Ik moet hem morgen teruggeven aan het museum. Die ring is onbetaalbaar. Ik stond naast Scoop toen hij zandblokken maakte. Dus hij moet in een van de sculpturen zitten. Ik wil best onze berg doorzoeken. Als we maar tijd hebben om het weer op te bouwen. Als jullie het niet erg vinden. Oh. Kom op, allemaal zoeken, jongens. Oh, het spijt me vreselijk. Ik dacht echt dat hij in een van de sculpturen zat. Wat is er, Jonna? Schiet je ineens iets te binnen? Alleen dat ik zag dat u die ring nog had nadat we hiermee begonnen. Dus hij kon nooit in zo'n zandblok zitten. Dan is hij weg! Kwijt! Voor eeuwig! Ik moet het bij het museum gaan vertellen. U moet me maar afmelden voor het bal, meneer Spijker. Wacht eens, ik heb thuis iets dat uw ring zeker zal kunnen terugvinden. Mevrouw de burgemeester, u kunt toch naar het bal. Ga door met de zandsculpturen. Hebben we nog tijd om het af te maken, Bob? Natuurlijk, Tijmen. Wendy, Scoop en ik kunnen gewoon nieuwe blokken voor je maken. Goed, 4 nieuwe blokken. Iedereen klaar om te beginnen? Oh, wat is dat? Dit is mijn metaaldetectorscoop en die gaat de ring van de burgemeester terugvinden. Oh, hoe werkt dat ding dan?
Ah! Ik kan gewoon geen enkel onderwaterding verzinnen dat niet al door iemand anders gemaakt wordt. Maar wat zullen we dan maken? Ik kan alleen een reuzenring bedenken. Oh! Sorry, gewoon een blikje. Oh. 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 Heb je het weer nog bekeken? Het ziet eruit alsof het gaat stormen. Een minuut geleden nog. Hier, kijk. Leo, je hebt Lentestad op de Bahama's bekeken. Op de Bahama's schijnt de zon altijd, Leo. Maar hoe zit het hier? Dit is onze weersverwachting. Oh, nee. Bob! Ik keek naar de verkeerde weersverwachting. Er komt een hele zware storm aan. Heel snel. Maar al onze sculpturen dan? Die worden opnieuw verwoest. Ik heb een dekzeil om ze mee af te dekken. Maar hij mag niet de lucht ingaan. Denk na, Bob. Wat hebben we bij de werkplaats? Ja, de andere machines. Precies, Leo. Goed, team. We moeten zandsculpturen gaan redden. Gaat dat lukken? Nou, en op! Machines het redden met dit weer, Bob. Rustig maar, dat komt goed. Waar is meneer Spijker? Ik ben nog steeds van metaal, hoor. Ah, ja. Sorry, Philip. Iedereen oké? Okay? Huh? Ja hoor, Bob. Ik heb heerlijk geslapen, hoor. Ik heb me in mijn hele leven nog nooit zo smerig gevoeld. Goed hoor, Bob. Mooi. Laten we de zandsculpturen bekijken. Ja! Gelukkig zeg. Hoeveel tijd hebben we om de sculpturen af te maken? 10 minuten. Dat weet ik echt zeker. Wat kunnen we maken in 10 minuten? Oh, schitterend. Bedankt. Maar het was mijn vaders idee. Heel goed. Oh. Geweldig. Super. Oh. Heel indrukwekkend. Fantastisch. Dat is heel knap gedaan. Oh. Oh, goed. Tada! Oh. Geeft niks. Het meedoen is belangrijker dan winnen. Nou, Wendy, volgens mij hebben we iets gevonden dat we niet kunnen bouwen. Het is tijd om de winnaars aan te kondigen. Leo en Joris. Huh? Ja! Goed zo! Oh. Goed gedaan. Dank u. Oh. Oh, sorry burgemeester. Oh nee. Kijk eens, u kunt uw hand onder de kraan afspoelen. Wow, kijk nou eens. Oh, niet te geloven. Het spijt me vreselijk, burgemeester. Hij is absoluut niet te vinden. Mijn ring? Ik ben hem verloren toen ik mijn handen ging wassen. Oh. Meneer Spijker, geen tijd om zo beteuterd te staan kijken. Ik moet snel naar het bal toe. Ja, mevrouw de burgemeester. Meneer Spijker, u piekert te veel. Ja.
u toch een kopje thee? Vlug, Space Robot Muk. Maak je klaar voor lancering. Vlak achter je, ruimtekapitein Leo. 3, 2, 1. We gaan! Nou, volgens mij hebben jullie het naar je zin. We spelen Space Robots in de ruimte, Bob. Dat is een nieuw computerspel. Iedereen speelt het nu. Schitterend. Maar het is morgen een drukke dag. Misschien moeten jullie maar eens naar bed gaan. Oh, mogen we nog heel even opblijven? Toe. We hoeven nog maar één level. Oké, maar denk eraan, dat wordt dan een kort nachtje, want we moeten heel vroeg beginnen. Dank je, Bob. Ik heb de bank voor je opgemaakt, Leo. Dus niet te laat, hè? Oké. Ik heb zo'n slaap. Attentie, Space Robot Muk. Het universum heeft ons nodig. Word wakker. Ik ben wakker, ruimtekapitein. Ja, maar dit is het allerlaatste level. Wat? Wat? Het kan toch nog geen ochtend zijn? Goedemorgen, Leo. Klaar voor deze grote dag? Ik hoop het. Morgen, jongens. Fijn dat jullie weer fris en fit zijn. Leo, kun jij deze haken en platen in Muk laden? Oké, Bob. Hoi allemaal. Morgen, Lenny. Goed, vandaag maken we het Lentestad Reuzenrad af. Gisteren hebben we het frame gemaakt. En Dizzy heeft het afgestort. Vandaag beginnen we aan de bouw van het wiel en daarna tillen we dat erin, zodat het kan draaien. En tot slot moeten de bakjes waar de mensen in zitten er nog aan. Leo, Muk, jullie doen het volgende. De bakjes zitten vast met haken en platen. Zouden jullie die naar de bouwplaats kunnen brengen? Je kunt op ons rekenen, Bob. En we hebben de Lentestadkanjers beloofd dat zij als allereerste mee mogen. Dus aan de slag nu. Wie hier het laatst is, is een kruiwagen. Ik voel me al als een kruiwagen. Wat is er nou, Muk? Ik ben gewoon heel erg moe. Permissie om even te slapen, ruimtekapitein Leo. Ah, goed idee. Als we nu een dutje doen, hebben we straks genoeg energie. Zo, hier liggen de cabines. En de kromme stalen pijpen voor de rand van het rad liggen daar. Waar blijft Tony met de spaken? Die moeten het rad bij elkaar houden, zoals de spaken van een fietswiel. Goedemorgen, Bob. Uw wens is mijn bevel. Geweldig. Bedankt, Tony. Dus nu missen we alleen Leo en Muk met de haken en platen op. Die hadden er toch al moeten zijn. Ik bel Leo wel even. Hij neemt niet op. Ze hebben vast vertraging. Maar moeten ze niet nu hier zijn? Anders krijgen we het rad nooit af voordat de Lentestadkanjers komen. Dat moeten ze zeker. Ze zijn er vast heel snel. Ja, laten we maar vast beginnen. Lifty, jij moet nog heel wat gaan eisen. Ja, Bob. Wendy, jij moet helpen het frame in elkaar te schroeven. En Tony, die spaken moeten er ook snel zijn. Je kunt op me rekenen, Bob. Het Lentestad Reuzenrad komt eraan. Kijk, de ploeg gaat aan de slag, we werken als een team. Bezig met van alles wat en handig bovendien. Iedereen roept mee, high five, iedereen klapt mee. Dus reken maar op elkaar, we werken hard vandaag. We zijn een team, 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 team. Iedereen roept mee, high five. Volgende stop. Halte Reuzenrad. Gedraag je netjes, jongens. Oh, nee toch. Ze zijn er nu al. Ik wil helemaal omhoog. Oh, is hij nog steeds niet klaar? Niet echt. We wachten nog op wat onderdelen. Oh. Maar dan kunnen jullie nu wel Lifty het rad op zijn plek zien hijsen. Hoera! Yay! Deze kant op allemaal.
Oké, Lifty, je kunt beginnen. Toppie. Ja, alsje. Ga door, Lifty. Je kan het wel. Wow! Rustig doorgaan zo. Goed gedaan, Lifty. Yay! Mogen we er nu dan in? Dat heeft Bob beloofd. Het komt goed, want Bob houdt altijd zijn belofte. Zijn Leo en Muk er nou nog steeds niet? Nee, dus ik begin nu wel een beetje ongerust te worden. Ik probeer ze nog wel een keer te bellen. Kunnen we er echt nog wel in vandaag, Wendy? Dat gaat zeker lukken, Jan-Jaap. Ik weet iets. Zullen we anders ondertussen een spelletje doen? Ja, leuk. We doen verstoppertje. Ik tel tot 10 en jullie verstoppen je. 1, 2, 3, 4, 5. Kom op, Leo. Neem nou op. 6, 7, 8, 9, 10. Ik kom. Is iedereen? Hallo? Leo, waar zit je? We hebben die haken en platen nodig. Sorry, Bob. We zijn eventjes gestopt en een beetje in slaap gevallen. Wat? Maar maak je geen zorgen. We komen zo snel mogelijk. Alleen Muk nog wakker zien te krijgen. Nou, schiet wel een beetje op. Ik heb je gevonden. Ik heb Bob. Ik had me niet echt verstopt, Lifty. Oh. Vandaar. Muk, word wakker. Muk! Muk! Dat zijn 10 helmen op 1 grote stapel. Tada! Leo en Muk zijn onderweg. Oh. En daarom dragen we dus altijd een helm op een bouwplaats. Weet ik, zal ik Lifty zijn hijslied zingen? Nou, ik hijs in de morgen en ik hijs elke avond en ik hijs ook elke middag. En die verbindt de morgen met de avond en dat is hoe de tijd ook werkt. En nu allemaal, ik... Ik krijg hem nooit wakker. We hadden niet de hele nacht met Space... Dat is het! Space Robots! Attentie, Space Robot Muk! Bob de Bouwer roept je! Wat? Ik ben wakker, ruimtekapitein Leo! Kom mee, Space Robot Muk. We hebben een belangrijke missie. Hypersnel, volle kracht, vooruit! Ik hijs iets op en dan laat ik het weer zakken. Ik hijs iets op en dan laat ik het weer zakken. Ja, 6 stuk compleet. Allemaal. Stop! Waarom? Omdat... Omdat Muk er is. Kijk! Yes! Bob, hey jongens. Het spijt me dat we zo laat zijn. Nou, je bent er nu. Dus Lifty, hijsen met die dingen. Wat was er aan de hand? We namen even pauze en zijn in slaap gevallen. We waren moe omdat ik ons de hele nacht wakker heb gehouden met Space Robots spelen. Je bedoelt Space Robots in de ruimte? Ja, we waren eindelijk bij het laatste level. Space Robots is tof! We zijn nog nooit bij dat level gekomen. Laat het eens zien, Leo. Ja, laat maar zien, Leo. Dank je, Bob. Yay! 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 Goed. Kunnen wij het bouwen? Nou en of! Nou, ruimtekapitein Leo, wil jij ook in het reuzenrad?
Oh. Ach, zelfs space robots moeten ook wel eens slapen. Vooruit allemaal. Tijd om te gaan. Toppie! Ik ben klaar, Bob. Ik ook, Bob. Ik ben er. Muk. Drie, twee, één. Muk! Goedemorgen allemaal. Goed. Vandaag is een belangrijke dag voor jullie. Gaan we in Lentestad werken, Bob? Moeten we iets groots bouwen? Gaan we... Er schiet me geen vraag te binnen, Bob. Ik leg het uit als ik mijn gereedschapskist gehaald heb. Gaan jullie vast naar Wendy bij de schoonmaakspuit. Wie er het laatst is, is een kruiwagen. Stop! Kijk uit, Muk. Au! Sorry, Scoop. Doe eens even rustig, jongens. Jullie moeten je vandaag goed gedragen, want het is keuringsdag. Keuringsdag? Daar heb ik nog nooit van gehoord. Dan gaan we kijken of jullie banden, lichten en remmen in orde zijn en of jullie motoren het goed doen. Joris komt hier naartoe om ieder van jullie aan een technisch onderzoek te onderwerpen. Joris! Joris is leuk. En hij geeft punten van 1 tot 10. Hoe hoger je punten, hoe beter het met je gaat. Wat leuk! Dan krijg ik vast heel veel punten. Hoe weet je dat, Scoop? Nou ja, ik ben slim, ik ben geel en ik kan ook nog eens heel erg veel. Maar Bob, ik wil niet gekeurd worden. Rustig maar, Lifty. Jullie zijn allemaal vast in goede staat. Nou, Maar eerst moeten jullie echt glimmen. Dus het is tijd om te gaan schrobben. Oh nee! Kunnen wij het wassen? Nou... Nou en of! Kijk, de ploeg gaat aan de slag. We werken als een team. Bezig met van alles wat en handig bovendien. Iedereen roept mee. High five, iedereen klapt mee. Dus reken maar op elkaar. We werken hard vandaag. We zijn een team, 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 team. Iedereen op mee. High five! Wauw, jullie zien er prachtig uit. Ja! Ik ben geel, ik ben schoon, kijk, ik blink gewoon. Krijg ik daar extra punten voor, Bob? Dat zien we zo. Ik bel Joris en zeg dat jullie klaar zijn. Oh, wat is er nou? Als ik nou helemaal geen punten krijg. Dat komt goed. Bob zei dat we in goede staat zijn. Ik haal denk ik een topscore. Mijn lichten doen het. Mijn graafarm werkt. En mijn zwaailicht waarschuwt iedereen. Oh nee! Mijn zwaailicht doet het niet meer. Hij is geel, doet zijn plicht, maar niet zijn zwaailicht. Dat komt omdat jij me geramd hebt. Dat is zo gemeen. Het was Muggy. Je deed het expres, ik weet het gewoon. Wat? En het deed heel erg pijn. Als jij niet geremd had, was ik niet tegen je aangebotst. Ach, laat ook maar. Bob kan het vast wel weer maken. Joris komt er zo aan. Hij is onderweg. Is hij onderweg? Met een kapot zwaailicht krijg ik nooit een topscore. Het maakt niet uit, Scoop. Ik moet me verstoppen tot Joris weer weg is. Als ik er niet ben, kan ik ook geen keuring krijgen. Ah! Oh, nee. Nu ben ik ook nog vies. Dan krijg ik nog minder punten. Ik moet me verstoppen. De achteruitgang. Ik verstop me daarbuiten. Oh, we mochten van Bob niet door de achteruitgang zonder het te vragen. Oh. Daar heb je Joris. Oh nee, hij mag me zo niet te zien krijgen. Ja, daar zullen ze me nooit vinden. Auw.
Oh nee, mijn band! Hallo allemaal! Hoi, hoi Joris! Het is keuringsdag! We zijn er helemaal klaar voor. Niet allemaal. Waar is Scoop? Scoop is er niet. Hij wil niet meedoen omdat hij geen topscore zou krijgen. Maar het maakt niet uit wat voor score je krijgt. Laten we maar gaan zoeken. Goed idee. Ik ga vast beginnen. Zo, wie wil er eerst? Ik niet. Nee. Ik wil best wel eerst gaan. Ik open de garage voor als je iets nodig hebt. Scoop? Ben jij dat? Nu krijg ik vast helemaal geen punten meer. Scoop? Waar ben je nou? Heel goed, Buck. Een topscore. Een dikke 10. Yahoo! Wat? Topscore? Scoop! Ah, we waren al op zoek naar jou. Wow. Scoop! Daar ben je! Hallo, Scoop. Scoop is er niet. Juist. Maar tegen wie praten we dan? Scoop. Je had alleen een nieuw lampje nodig. En moet je nou eens zien. Het spijt me. Ik wilde de topscore halen, maar dat kan ik nu wel vergeten. Nou, dat zullen we nog wel eens zien. Kunnen wij hem maken? Nou en op! Weer zo goed als nieuw. Hoera! Goed zo, Scoop. Oké, wie is de volgende? Oh, nee. Lifty? Nu ben jij. Nee, niet doen. Ik wil geen keuring. Ik ben bang. Niet bang zijn, Lifty. Je bent vast een stuk moediger dan ik. Weet je dat wel zeker? Of zullen we anders tegelijk gaan? Dank je, Scoop. Dus twee controles tegelijk dan. Starten maar. Harder graag. Meer toeren. Oké. Een prima profiel, hoor. En perfect rond. Goed. En je zwaailicht aan, graag. Iets hoger. Nog een beetje. Dank je. En je uitlaat. Dank je. Goed. 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 Oké. Dat was het. Jullie keuring is klaar. Oh nee. Er is iets fout. Zo, wat is de uitslag, Joris? Nou, ik ben begonnen met Muk en hij kreeg een dikke 10. Topscore. Woehoe! Scoop, die krijgt ook een dikke 10. Ja, wat een opluchting. En Lifty. Oh. Heeft ook een topscore! Yay! Wat geweldig! Ik wist wel dat ik een topscore zou krijgen. Er is één probleempje. Oh nee! Ik wist dat er iets fout zat. Heb ik niet gezegd dat er iets fout zat? Oh nee, oh. Rustig maar, Lifty. Jullie zien er fantastisch uit.
Maar jij, Bob, kan wel een douche gebruiken. Dus het is tijd om je te wassen. Oh, nee. Hou op, het is koud. Doe hem uit. Je mist een plekje, Wendy. Oké, team. Zijn jullie klaar om de nieuwe voetgangersbrug te bouwen? Ja, zeg het maar, Bob. Nou, we hebben fase 1 nu al af. Het maken van de fundering. En het plaatsen van de pijlers waar de brug overheen komt. Nu komt fase 2. We bouwen dit gedeelte, genaamd de spar. En dan leggen we stukje voor stukje het brugdek. En ter versterking verbinden we ieder stuk met een kabel aan de spar. Het moet maandagochtend wel af zijn, zodat iedereen erover naar zijn werk of naar school kan. Dus kunnen wij het bouwen? Nou en of! Kijk, de ploeg gaat aan de slag. We werken als een team. Bezig met van alles wat en handen bovendien. Iedereen roept mee. High five, iedereen klapt mee. Dus reken maar op elkaar. We werken hard vandaag. We zijn een team, 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 team. Iedereen roept mee. High five. Wat doen jullie daar zo dicht bij de rand? Daar word ik zenuwachtig van. Leo zegt dat er vis in de rivier zit. Maar ik geloof er niks van. Het is wel zo. Ik heb hier ooit wel eens een hele grote vis gevangen. Echt heel groot? Ja, met een enorme bek vol grote tanden en stekels op zijn rug. We moeten maar terug naar de brug. Bob en Wendy zijn bijna klaar met schilderen. Zesenzestig, 67, 68. Bob. Hallo, meneer Spijker. Hallo, meneer Spijker. Wat bent u aan het doen met dat meetwiel? De Lentestad kwartmarathon is morgen en ik wil het parcours opmeten. Wat is een kwartmarathon? Dat is een hardloopwedstrijd van wel 10 kilometer. 10 kilometer plus 500 meter, om precies te zijn. Wat betekent dat de finish nog 32 meter verderop is vanaf dit punt. In de rivier? Nee, Leo, op de brug. Mevrouw de burgemeester wil de finish graag op de nieuwe brug hebben. Maar de wedstrijd is morgenochtend. Dan is de brug nog niet af. Er moet wel een brug zijn, Wendy. Anders moet iedereen stoppen met rennen en opeens gaan zwemmen. Als we hard werken, zijn we denk ik wel op tijd klaar. Uitstekend, want mevrouw de burgemeester wil dat de winnaar de brug officieel opent als hij over de finish komt. Nou, dan gaan we nu maar snel het brugdek doen. Vooruit, team! De derde plaat van het brugdek zit op zijn plek. Goed bezig, Wendy. Oké, Leo, begin jij maar vast met het spannen van de kabel. Komt in orde, Bob. Goed gedaan, Leo. Op deze manier ondersteunt de kabel het brugdek. Bedankt, Lifty. Laat hem nu maar los. Zal ik de vierde plaat vast gaan halen? Oh ja, graag, Lifty. En kun je misschien kijken waar Scoop is? Hij zou ons nog meer kabels komen brengen. Toppie! Scoop? Ah! Wat sta je te staren? Oh, hallo, Lifty. Ik kijk naar de rivier. Leo probeerde me bang te maken en zei dat er vissen in zitten. Maar die leven daar toch ook? Misschien op het platteland, maar toch niet in een rivier die door Lentestad loopt. Ik denk niet dat Leo het verzint. Nou, als ik deze kabel naar Bob heb gebracht, ga ik toch nog een keertje kijken. Gewoon om zeker te zijn. Oh. Hier komt nog een kabel. Ik heb de volgende plaat voor je, Bob. Bedankt, Lifty. Kun je die naar het eind van de brug brengen? Oké.
Lifty, zou je hier misschien kunnen wachten? Dan kunnen Bob, Leo en ik even wat water drinken. Tuurlijk, Wendy. Dat is geen probleem. Dank je, Lifty. Hey, Lifty! Er is geen vis te zien! Voorzichtig bij dat water, Scoop. Oh, ik ben niet bang van water. Kijk! Oh, het is water. Oh, nee. Ah! Oh-oh. Wat is er? Ik heb denk ik iets gevangen. Oh. Het is een vis. Dan had Leo toch gelijk. Is het een grote met een enorme bek met scherpe tanden en stekels op zijn rug? Nou, je moet niet schrikken hoor, maar... Inderdaad. Ah! Help me! Lifty, help me! Ik denk dat we de brug net op tijd af gaan hebben. En wie gaat de race winnen, denk je? Weet ik niet, maar meestal wint Sky Samson. Kom op, we moeten weer verder. Anders komt er nooit een brug om over te rennen. Oh, oh, oh. Oh, oh, haal hem eruit. Oh, enge vis. Oh, hij spartelt rond. Kijk uit, Scoop. Remmen! Oh. 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 Oh, gelukkig, hij is weg. Wat gebeurt hier? Ik ga erin vallen. Help! Rustig maar, Lifty. Je gaat echt niet vallen. Blijf kalm. Rij langzaam vooruit. Het lukt me niet. Geen van zijn wielen raakt de grond aan, Bob. Wat moeten we nou toch doen? Jammer dat we hem niet binnen kunnen halen als een vis. Wacht eens eventjes, dat brengt me op een idee. Lifty, niet bewegen en doe precies wat ik je zeg. Mm-hmm. Scoop, kom heel langzaam naar voren met je voorschep onder Lifty zijn haak. Aha. Lifty, laat je haak zakken zodat Scoop hem kan opvangen. Wendy, Leo, loop mee en maak de haak van Lifty vast aan de voet van de spar. Het komt goed, Lifty. Hij zit, Bob! Oké, ga maar achteruit. Goed, Lifty. Trek nu heel langzaam je haak in. Heel goed, dat gaat prima zo. En rij nu heel rustig naar voren toe. Ja! Goed zo, Lifty. Dank je, Bob. Het spijt me, Lifty. Ik had niet bij de rivier moeten rotzooien. Ik bracht Lifty in gevaar en we zijn een stuk brug kwijt. Nu kan de race niet doorgaan. Kalm nou maar, Scoop. Door jou kwam het juist weer goed. Echt waar? Ja. Jij zei dat we Lifty als een vis moesten binnenhalen en dat is precies wat we hebben gedaan. Alleen heeft Lifty geen scherpe tanden en stekels op zijn rug. We krijgen de brug nog op tijd af als we goed samenwerken. Kunnen wij het bouwen? Nou en of! Bij de Lentestad Kwartmarathon. De winnaar krijgt deze beker en de grote eer onze voetgangersbrug te openen. Succes allemaal! Op uw plaatsen! Maar ik heb Sky Samson nog niet haar wedstrijdnummer gegeven. Ja, daar is nog geen tijd meer voor. Op uw plaatsen! Klaar? Af! Kom mee, we gaan weer naar de brug. Ik wil zien wie er wint. Ik zie jullie bij de finish. Oh nee, ik heb Sky's nummer nog steeds in mijn hand. Wacht op mij. Kijk jongens, de brug ziet er goed uit. En voor Sky Samson ziet het er ook goed uit. Kijk, ze ligt heel ver voor. Maar ze wordt wel ingehaald.
De Sky, hier is je startnummer. Wow. Oh, oh. Oh. Wat een opluchting. Yeah! Hemeltje, meneer Spijker. U heeft net Sky Samsung verslagen. U heeft gewonnen. Ik? Hemeltje, ik weet niet wat ik moet zeggen, mevrouw de burgemeester. Wat dacht u van... Ik verklaar deze brug voor geopend. Uitstekend werk tot nu toe, Bob. Maar de burgemeester wil vanavond zelf even komen kijken. Rivierstad opent volgende week ook een dinosauruspretpark. En mevrouw de burgemeester wil zeker zijn dat wij iets beters hebben. Oh, dan is het al lang klaar, meneer Spijker. Mooi zo. Ah... Ik weet nog dat we dit pad hebben gelegd. Het loopt helemaal door tot de klif. Het was toch af? Niet echt, Scoop. De burgemeester wil dat dit het nieuwe dinosauruspark van Lentestad wordt. Met levensgrote dinobeelden. Wat is een dinosaurus? Enorme reptielen die hier heel erg lang geleden leefden. Hoeveel dinosaurussen komen er? 5. Een ankylosaurus. Een iguanodon. Een stegosaurus. En een pterodactylus. Oh-oh. Dat zijn nog maar 4 dino's, Bob. En er komt een speciaal triceratopsmodel dat kan bewegen en brullen. Oh. En dat zijn er 5. Dus er komen hier heel veel dino's. De dinosauriërs zijn niet echt, hoor. Niet bang zijn, Muk. Ik ben niet bang. We maken poorten en borden. En we plaatsen de dino-modellen langs de route. Laten we gaan, team. De ploeg gaat aan de slag, we werken als een team. Bezig met van alles wat en handig bovendien. Iedereen roept mee, high five, iedereen klapt mee. Dus reken maar op elkaar, we werken hard vandaag. We zijn een team, 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 team. Iedereen roept mee, high five. Wat was dat? Een dinosaurus. Oh nee, die dino wil me pakken. Oh. Oh. Oh, Muk. Dacht je soms dat ik een grote gele dino was? Ze bestaan niet echt, Muk. Ik hou denk ik niet van dino's. Eerlijk gezegd, toen ik nog heel klein was, was ik er ook een beetje bang voor. Was jij bang, Leo? Maar weet je hoe ik daarvan afkwam? Nou? Ik ging toen heel hard brullen, net als een dino. Zo hard als ik kon. Kijk, zo. Rawr! Probeer maar, Muk. Oké. Zoiets? Dat klonk heel woest. Voel je je al beter? Beetje wel. Dank je, Leo. We hebben nog houtsnippers nodig voor dit pad. Willen jullie dat halen? Tuurlijk, Bob. Als je staat te wachten op een dino, dan heb je geluk. Wauw, wat is dat voor een dino? Dat is een iguanodon. En er komen er nog veel meer. Hier is de ster van de show, Bob. Een triceratops speciaal voor jou. Schitterend. Dank je, Tony. Oké, Lifty. Zet hem tussen de bosjes. Mooi. Even testen. Die triceratops moet hier komen omdat we hier de stroomkabel gelegd hebben. Is dit die bewegende? Oh, zet hem eens aan. Nee, hij doet het niet. Nou, dit model heeft ingebouwde sensoren. Hij beweegt alleen als je dichtbij komt. Probeer maar. Oh. Oh. Mooi. Oké, jongens. Kunnen jullie de andere modellen op hun plek zetten terwijl ik de poort schilder? Tuurlijk. Doen we. Mooi. Die triceratops is toch best wel eng met die horens. Mhm. Zullen we Leo eens even laten schrikken? Hoe wil je dat gaan doen dan? Door deze bewegende dino midden op het pad te zetten.
Dinosaurussen. Denk eraan, hè, Muk. Ze zijn niet echt. Als jij het zegt, Leo. Leo, kom eens eventjes kijken. Daar is Scoop. Scoop, wat is daar dan? Ah, die dinosaurus leeft. Ah, zoek dekking, Bob. Ga weg jij. Nee, stop. Ga weg jij. Oh, Muk, wat doe je nou? Het spijt me, Bob. Ik vergat dat het maar een model was. Hij leek me heel echt. Hij klonk wel als een echte. Waarom stond de Triceratops midden op het pad, jongens? Sorry, Bob. We wilden Muk niet bang maken. Het was eigenlijk voor Leo bedoeld. Hij zei dat hij bang was voor dino's. Maar daar ben ik al heel lang overheen, Lifty. Nu zijn we de belangrijkste attractie kwijt. Hè? Huh? En het duurt niet lang voordat de burgemeester arriveert. Bob, kijk! Niet te dicht bij de rand komen, Scoop. De Triceratops ligt nog halverwege de klif. En hij is heel. Als we erbij kunnen, krijgen we het misschien nog wel op tijd af. Maar hoe? Hij ligt heel erg diep. Ik ga wel abseilen. Ah, stoer zeg. Oké, Scoop. Jij bent mijn anker. Dus je moet stil blijven staan en goed remmen. Goed begrepen, Bob. Lifty, laat je haak zakken als ik het zeg. Ja, Bob. Oké, Lifty. Laat hem nu maar zakken. Komt-ie. En omhoog, Lifty. Woehoe! Bob is een echte dino-cowboy. Woehoe! Het is gelukt! Nog niet helemaal, Lifty. We moeten snel zijn en het park afmaken. Kunnen wij het bouwen? Nou en of! Burgemeester, we zijn bijna klaar voor uw bezoek aan Dino Park. Uitstekend, Bob. Ik verheug me er zo op om het te zien. Ik ook, mevrouw. De dieren uit het krijttijdperk hebben namelijk mijn bijzondere interesse. En vooral onze prachtige Triceratops. Die rivierstad dingen bewegen namelijk niet, weet je? Oeps, sorry. Nog iets vergeten. Wacht nog 2 tellen. Oké, jongens. Het is klaar. Niet helemaal. Huh? 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 Waarom maakt hij geen geluid, Leo? Hij is kapot gegaan door de val. En de burgemeester is er al. Geen tijd om hem te maken. Wacht. Ik ken iemand die ontzettend goed kan brullen. Wie is dat dan? Sorry dat u moest wachten. Geen probleem, Bob. Ik ben blij dat het park op tijd af is. Zullen we? Oh, heel indrukwekkend. Oh, dat is schitterend. Fantastisch. Oh. Moest hij niet een geluid maken? Oh. Ja, nou, ik weet niet zeker of een Triceratops wel zo klonk. Ik vond het heel erg realistisch klinken. Ah!
Ik vind het leuk om voor Dino te spelen. Waar zijn Scoop en Lifty heen? Waren jullie bang? Misschien een klein beetje. Ik niet hoor. Ik ging Lifty helpen. Oké, ik geef het toe. Het Dino-geluid van Muk was gewoon echt angstaanjagend. Vond je niet, Bob? 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 Bob! Bob! Ja, hij is niet slecht. Helemaal niet slecht. Helemaal niet slecht. Dit wordt denk ik een van de grootste dingen die we ooit gebouwd hebben. Ja, groter dan een wolkenkrabber is er niet. Bob zegt dat hij bijna 10 keer zo hoog wordt als wanneer ik mij op volle lengte uitrek. Wauw. Goed, team. We gaan eerst graven voor de fundering van de wolkenkrabber. Ja, we graven een gat dat net zo diep is als wel 3 bussen op elkaar gestapeld. Maar waar zijn die bussen dan? In plaats van echte bussen gebruiken we deze lasermeter. Die geeft aan of we op de juiste diepte zijn. Kijk, Scoop staat precies 5,6 meter bij mij vandaan. Joepie! Hoe ver is dat? Dat is bijna een halve bus ongeveer. En deze lege mok is precies 9 centimeter diep. Wacht even. Dat is burgemeester Bennebroek. Die moet ik wel even opnemen. Oeh, ik hou zo van graven. Het is heerlijk om in de fijne, verse grot te scheppen. En vastzitten in die prut is echt iets voor Muk. Niemand kan sneller en dieper graven dan ik. Hé, hey, ik wed dat ik het nog sneller wegbreng dan jij het kunt graven. Oh, dat zullen we nog wel eens zien. En, zijn de knapen klaar om mij te laden? Zeker! Ik ook! Hou nog even de remmer op. Eerst wachten op Bob zijn teken. Oh. Dat kunnen we best proberen. Hallo, burgemeester. Oh, hallo, Wendy! Ik zei dus net tegen Bob, we willen hierbij geen vertraging oplopen. Ik wil die wolkenkrabber zien en snel. Je kunt een wolkenkrabber niet tevoorschijn toveren. Je moet eerst graven voor je kunt bouwen. Goed, dus aan de slag en gaan we graven. Nou, doei! Oh, dus we lieten het werk wachten om te horen dat we aan het werk moeten. Hoorde je dat, Muk? Dat was het direct bevel van de burgemeester om te graven! Laat de wedstrijd beginnen! Kijk, de ploeg gaat aan de slag, we werken als een team. Bezig met van alles wat en handig bovendien. Iedereen roept mee, high five, iedereen klapt mee. Dus reken maar op elkaar, we werken hard vandaag. We zijn een team, 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 team. Iedereen roept mee, high five. Oké, team, goed werk. Eens kijken of we al diep genoeg... Wat nu weer? Ja, burgemeester, we graven. Oké. Laten we maar een pauze houden. Oh, we waren nog maar net begonnen. Waarom pauzeren mensen altijd? Machines hoeven dat niet. Rustig, jongeman. Ik dacht dat we pauze hadden. Geen tijd voor, hoor. Er komt nog meer. Meestal is er een reden waarom we stoppen. Oh, dat is zo. Ik liet me meeslepen om te winnen van Scoop. De Scoop graaft nog door? Ja, sneller dan ooit. Scoop, je kunt nu wel stoppen. Jij hebt gewonnen. Ha! Leuk geprobeerd, Muk, maar daar trap ik niet in. Je wilt dat ik stop, zodat jij kunt winnen. Nee, het kan me niet schelen als ik verlies. Maar mij wel. Ik wacht al tijden om dit.
deze bouw te beginnen. Ik ken het gevoel. Dit is een spannende tijd voor Lentestad. Bob? Niets is te vergelijken met zo'n drukke bouwperiode. Bob? Wendy? Je zit veel te diep, Scoop. Ik zei net zo diep als 3 bussen, weet je nog? Hier past gewoon een heel parkeerterrein aan bussen in. Goed. Wat heb je geraakt? Het lijkt wel een soort van muur. Laten we het gewoon weer dichtgooien. Sorry, Muk, maar als je iets ongewoons vindt in de grond, dan leg je het werk stil. Je weet het niet zeker, maar deze muur zou wel eens heel oud en bijzonder kunnen zijn. Ik denk dat het een goed idee is om Abid Malik, de archeoloog, te bellen. Arge-watoloog? De archeoloog. Dat is iemand die ons dingen leert over het verleden door oude dingen op te graven uit de grond die er al honderden jaren liggen. Huh? Ze zijn gespecialiseerd in opgraven. Maar dat ben ik toch ook? Jij hebt wel genoeg gegraven voor vandaag, Scoop. Geen twijfel mogelijk. Een van de belangwekkendste ontdekkingen in jaren. Dit is buitengewoon. Slecht nieuws. Hieronder liggen resten van een muur uit de Romeinse tijd. Van een fort of een villa waarschijnlijk. Oh, Romeins. Wat is dat? De Romeinen hebben hier zo'n 2000 jaar geleden gewoond. Zij waren goede bouwers. Oh, net als wij. Wat betreft dat bouwen, professor, wanneer kunnen we daar weer mee verder? Nou, noem eens wat. Maar deze opgraving duurt zeker wel een maand. Een maand? Dat is wel heel lang. Ik heb dit in een ochtend gedaan. Aha, dat kan jij misschien doen, maar wij moeten heel voorzichtig graven. Geen wonder dat het lang duurt. Moet je die kleine borsteltjes zien? Nou, we hebben geen keus, denk ik. Het werk wordt stilgelegd. Hallo, allemaal. Oh jee. Ik kom een voortgangsverslag halen voor de burgemeester. Sorry, meneer Spijker. Er zit voorlopig weinig voortgang in. Geen voortgang? Oh, hemeltje. Daar wordt de burgemeester vast niet blij van. Loopt u even mee naar mijn kantoor. Dan krijgt u een mok thee. Die mokken zijn 9 centimeter diep. Zo, dat is absoluut heel royaal, ja. Nou, ik snap al die moeite niet, hoor. Het zijn toch gewoon een soortje gebroken bloempotten, hè? Geen bloempotten, hoor, meneer Scoop. Deze amfora gebruikten de Romeinen voor water. Ah, en wat hebben we hier? Maar wat zeg ik tegen burgemeester Pennebroek? Ze vindt dit absoluut fascinerend. Als ik me niet vergis, is dat een Romeinse hodometer. Kom eens kijken, Bob. Dat zul je beslist interessant vinden. De hodometer. Daarmee werd afstand gemeten. Ah, net als mijn lasermeter. In plaats van een laser gebruikte dit een klein wiel om afstand te meten. Dat duurde een eeuwigheid. Ja, in de Romeinse tijd hadden ze geen motor. Alleen mensen met handgereedschap, katrollen en kranen. Echt ongelooflijk. Hey, Scoop. Het is niet echt een bouwplaats als je niet kunt bouwen, hè? Oh, Bob, het komt door mij. En ik kan nog niet eens die dinges helpen graven, want die gebruiken kleine borsteltjes en ik ben maar een lompe machine. Ach, wel nee, Scoop. Je kan het prima zonder mij, net als die Romeinen. Grote gravers maken grote fouten en dat trekt dan weer grote aandacht. Ik zou mijn werk niet kunnen doen zonder grote machines zoals jij. Echt niet? Nee. En die mensen zien het niet als een fout. Ze vinden het geweldig. Want ja, je vindt niet elke dag een ruïne. Wacht eens. Wat is er, Bob? Ik heb een idee. Scoop, roep het team bijeen. Goed, team. We gaan niet met onze duimen zitten draaien. Oh, gelukkig, want ik begon me al aardig te vervelen. Iedereen wil de opgraving bekijken. Dus laten we een galerij bouwen die veilig is. Goed idee, Bob. En Scoop, we hebben zeker jouw hulp nodig. Want we moeten dit heel snel bouwen. Dus, kunnen wij het bouwen? Nou en of!
Ik ben zo benieuwd naar de hodometer. Waar is meneer Spijker? En wat is hier in vredesnaam aan de hand? Hierheen, burgemeester Bennebroek. Dit is geen wolkenkrabber. Nee, dat klopt. Het is veel interessanter. Dit zijn de resten van een Romeins fort. Kom maar snel kijken. Oh, kijk! Daar is Lentestad TV. Het is prachtig dat we deze Romeinse ruïne hebben gevonden. Op de resten van de oudheid bloeit de stad van de toekomst. Want u weet alle, je moet eerst graven voor je kunt gaan bouwen. Goed gezegd, burgemeester. Hé, hey, dat waren mijn woorden. Ze pikt gewoon mijn tekst in. Bob, hoorde je dat? Het is niet te geloven. Waar haalt ze het lef vandaan?